En daarin tegenwoordig zijn de Rabobank, gemeente Kolmeland, Noorderbreedte, Mengelmastaten, Puus Wonen en... Van de eindwinnaar van de woning die het meest energiek is van onze gemeente. Ja, en dat is niet zomaar een verkiezing geweest, want dat is een verkiezing over een periode van 2 jaar. De afgelopen 2 jaar heeft de campagne verkiezing energiekste woning Kolmeland heeft plaatsgevonden in de gemeente Kolmeland. Nou, ik ben ook aanwezig. Familie Brouwers uit Munnekezijl. Zie ik zowel niet staan, volgens mij. Ik zie dan volgens geen handen, maar dan noem ik het af. Familie Van der Naald uit Oud-Woude. Ook aanwezig, hartstikke mooi. En de familie Van der Pol uit Kolm. Dat zijn... Ik ben slechts het doorgeefluik. Natuurlijk heeft onze eminente jury tot een keuze moeten komen uit die 11. Alle winnaars. En de nummer 3, dat gaat om de familie die de woning op de Pastorijenhof in Oud-Woude had aangemeld. Dat zijn de winnaars van de 3e prijs. Geef ze een daverend applaus. Dat is de familie One en Nienke van der Naald uit Oud-Woude. Die mogen sowieso even naar voren komen. Dus de familie van der Naald uit Oud-Woude. Pastorijenhof nummer 30. Fantastisch. Nogmaals even een daverend applaus, dames en heren, jongens en meisjes. In gemeente Kolmeland. Van de 10 overgebleven woningen werd het nog moeilijker natuurlijk. Want die 3e, nou oké, die heb je dan. Maar dat is geworden door de jury unaniem uitverkozen als nummer 2 de familie Lautenbach uit Kolmerswaag. Applaus voor de familie Lautenbach uit Kolmerswaag. Door de jury dus aangemerkt als... En beide woningen zien er heel goed uit. Dus dat was... Dus ja, en iemand moet de winnaar zijn natuurlijk. Ja. En dan gaan we naar de hoofdprijs, want daar gaat het, dat heeft meneer Visser ook al gezegd, niet alleen maar om. Maar het is toch een hele leuke opsteker als je dan meedoet aan zo'n verkiezingsstrijd. Energiekste woning van de gemeente Kolmeland. En je gaat er vandoor aan het einde van zomaar een zaterdagmiddag, zaterdagmiddag 12 mei 2012, met een waardebon ter waarde van 3000 euro. Ja, zo is het. En ik moet er ook bij zetten, niet alleen deze sponsor die op deze bon genoemd staat, maar ook de sponsoren die aan de hele actie hebben meegewerkt. Die zijn wij zeer veel dank verschuldigd. Dat doen we dan ook graag. Dus hoofdsponsoren waren Avizon, Van Zeggeren, Woningkeur en de Formido. We mogen hier ook te gast zijn. We zijn vanuit de stichting waar we verantwoordelijk voor zijn zeer veel dank verschuldigd aan deze sponsoren. En... Geef ze dan ook even een heel groot applaus, want dat is natuurlijk fantastisch. Dat we dat zeker niet vergeten. Al deze belangrijke mensen die heel veel tijd, energie en geld hebben gestoken in deze campagne. Maar de winnaar. De winnaar, daar komen we dan op vanuit de stichting. En de juryvoorzitter heeft het net toegelicht. Mogen wij aanwijzen als winnaar? Het waren de winnaars van het laatste dorp wat wij bezochten. En hoe kan het ook anders dat we dan hier in Kolm weer uitkomen. En dat is bij de familie Van der Pol. Van de... Deze hoofdprijs. 3000 euro, een waardebon ter waarde van 3000 euro te besteden bij Avizon. Prijswinnaars, dat is fantastisch, hè? Ja, dat denk ik ook. Het zijn heel bijzondere woningen, ook in zichzelf. Ze zijn gebouwd onder architectuur van Auke de Vries. Dat zal veel mensen niks zeggen, maar het zijn heel zorgvuldige ontwikkelingen. Mooi, dat weet ik zeker. En wel de tweede prijs, Alizé Pieters. Dit is een, kun je mooi ontwerpen maken. Met Ravensburger. Morgen moet je moeder opmaken.
Yes! Yes! Kijk eens even, dat zijn de schermen. En dan natuurlijk de derde prijs voor Foekje Jongsma, dat ben jij dan, hè? Ja, dit heet make-up ontwerp schetsboek. Alsjeblieft.